Het is weer carnaval. Veel feestvierders reizen hiervoor bijvoorbeeld af naar Oeteldonk, Kielegat of Lampgat. Hoe zit het eigenlijk met Knotsenburg? Hoe geschikt is Nijmegen voor het vieren van carnaval? Hi, vier jij carnaval? Ja, natuurlijk. Waar? In Boksmeer. Niet in Nijmegen? Nee, niet in Nijmegen. Vier jij carnaval? Ja. Waar? Elst en Huissen. Niet in Nijmegen? Nee. Ga jij carnaval vieren? Ja. Waar? Druten. Waarom niet in Nijmegen? Omdat mijn vriendje daar woont en ik wil liever bij hem zijn. Vier jij carnaval? Ik ben hier niet bekend. Oh. Ja, maar ik vier carnaval wel. Maar waar? Hier in Duitsland. Is dat leuker dan hier, denk je? Ja, ja. Waarom? Het is Mainz. Mainz is die hoogburg. Ja. Vergelijkbaar met Keulen. Ja. Oké, okay, dat is wel heel... Ja. Vieren jullie carnaval? Nee. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Vind je niet leuk? Nee. Dus wat doe je dan met de carnaval? In huis opsluiten? Nou, niet opsluiten, maar... niet naar de stad? Nee, een vriendin van mij is jarig en daar ga ik naartoe. Oké, okay, ja. Wat ga je doen? Ik ga drinken en dan... Heel veel? Ja, ja, ongezonde hoeveelheden, ja. Ja. Dus dat. En verkleed? Als Harry Potter in dit jaar. Oh, leuk! Ja. En wat vind je van de stelling dat Nijmegen geen carnavalstad is? Nou, ik denk dat ze wel een carnavalstad zijn. Want ja, er zijn toch wel mensen die vanuit Brabant natuurlijk naar Nijmegen gaan als hier carnavalsfeestjes zijn natuurlijk. Dus is te ver fietsen. Oh, het is niet omdat je het niet gezellig vindt? Nee, zeker niet. Oké. Okay. Ja, ik vind Nijmegen een hele leuke stad hoor. En vind jij Nijmegen wel een carnavalstad? Nee. Nee. Waarom niet? Nou, Nijmegen staat meer onbekend staan van kroegen en echte stad en... Ik heb nooit in Nijmegen een carnavalsparade gezien, dus nee. Maar die is er wel. Er is ook een optocht. Mij niet bekend. En heb jij tips voor mensen om de carnaval door te komen? Ja, wel zuipen, maar niet te veel. En genoeg water drinken en veel slaap pakken tussendoor. Niet te veel zuipen? Ja, wel zuipen. Genoeg? Genoeg zuipen, maar niet te veel. Heb jij tips voor mensen om de carnaval door te komen? Nou, niet te veel zuipen, zou ik zeggen. En ja, waarom niet? Nou, dan wordt het een zware week, denk ik. Ja? Ja. Zoek een schone plek om te plassen. Dat is fijn, ja. Voor de mensen de volgende dag vooral. Ja. Dat. En het fijne dat het vakantie is, dus je kan een beetje goed uitpakken. En veel zuipen. En veel zuipen. Maar veel carnavalsmuziek luisteren. Dat doe ik dan de hele tijd, maar ja. Om je voor te bereiden, zodat je mee kan zingen. Ja, dat ook. Maar ook gewoon om gewoon lekker te genieten. En zuipen. Nee, dat doe ik niet zo aan. Niet? Nee. Maar is carnaval dan wel leuk zonder zuipen? Ja, want als je te veel alcohol gaat drinken, dan heb ik mijn grens bereikt. Dan weet ik gewoon, dat gaat niet goed. Dus een beetje alcohol drinken is oké, maar niet te veel voor mij. En omschrijf de carnaval eens in 3 woorden. Oh, heel veel zuipen. Meens. Dat is het wel een beetje ook, denk ik. Ik houd het wel mee op. En beschrijf de carnaval eens in 3 woorden, dat kun je wel. Hebben we het over Nijmeegs carnaval of gewoon carnaval over het algemeen? Algemeen. Oké. Okay. Hectisch, gezellig en verkleden. Oh, maar gezellig. Ja. Dat moet je het eigenlijk wel doen. Ja. Misschien een dagje? Misschien. Ja, oké. Okay. Nou, veel plezier in ieder geval. Dankjewel. Doe. So drink from me, drink from me.